Nijntje is jarig en moeder heeft een heerlijke chocoladetaart gebakken. Op tafel liggen feestmutsen en gekleurde servetten. En overal in huis hangen slingers. Maar het is al 12 uur. En er is nog niemand voor het feest. Zou er nog wel iemand komen? Vraagt Nijntje zich af. Ze kijkt uit het raam, maar er komt nog niemand aan. Waar is iedereen, moeder? Vraagt Nijntje. We hebben al je vriendjes uitgenodigd, Nijntje, zegt moeder. Ze zullen zo wel komen. Precies op dat moment gaat de bel. Het is Nijntjes vriendin Aagje. Ze heeft een prachtig ingepakt cadeau voor Nijntje meegenomen. Hoi Aagje, roept Nijntje. Jij bent de eerste. Wat een mooi pakje. Wat zit erin? Je moet wachten totdat iedereen er is, Nijntje, zegt Aagje. Dan pas kun je al je pakjes openmaken. Daar gaat opnieuw de bel. Al Nijntjes andere vriendjes staan voor de deur. Petje Big. Knorretje. Boris Beer. En Barbara. Ze hebben allemaal spannende pakjes meegenomen. Laten we eerst taart en ijs eten en daarna de pakjes openmaken, zegt moeder Pluis. Iedereen vindt het goed. Wat zou er toch in die mooie pakjes zitten? Vraagt Nijntje zich af. Wanneer het snoep, de taart en het ijs op is, zegt Aagje. Nu mag je mijn pakje openmaken. Snel maakt Nijntje het pakje open. Er zit een prachtig boek in en ook een houten plank. Wat een mooi boek, zegt Nijntje. Maar waarvoor is deze plank? Dat zul je wel zien, Nijntje, zegt Aagje. Dan zegt Betje, nu mag je de pakjes van mij en Knorretje openmaken. Nijntje is erg verbaasd als ze nog 2 boeken en weer 2 houten planken krijgt. Ook Barbara geeft Nijntje een boek en 2 planken. Ik snap er niets van, zegt Nijntje. Ik kan de boeken lezen, maar wat moet ik met die planken? Pak nu maar mijn pakje uit, zegt Boris Beer. Dan zul je het zien. Boris geeft Nijntje alleen een envelop. Als Nijntje de envelop openmaakt, begrijpt ze het. Er zit een tekening in van een boekenkast. We helpen je hem in elkaar te zetten, zegt Boris. En al snel heeft Nijntje een prachtige boekenkast. Alle planken passen precies. Net wat ik nodig had, zegt Nijntje blij. Een kast voor alle boeken en mijn speelgoed. Dank je wel voor deze mooie verrassing. Tante Trein was vroeger balletdanseres. Ze houdt nog steeds veel van dansen. Op een dag besluit ze balletles te gaan geven aan Nijntje en haar vriendinnen. Op een zaterdagochtend gaan Nijntje, Willemijn, Nina en Aagje voor hun eerste balletles naar het huis van Tante Trein boven op de heuvel. Eerst krijgen ze allemaal van Tante Trein iets lekkers. Chocolademelk met een koekje. Als ze zich omgekleed hebben, zijn ze klaar om te beginnen. Dansen lijkt makkelijk, zegt Tante Trein. Maar het is heel moeilijk. Je moet goed je best doen om de juiste pasjes te leren.
Ik zal het eerst voordoen. Nu kunnen jullie het samen proberen. Het is wel moeilijk. Pas als tante Trein meespeelt op de piano, lukt het eindelijk. Goed zo. Nu zal ik laten zien hoe je een rondje kunt draaien zonder te vallen. Soms word je er moe van, zegt tante Trein. Maar als jullie echte danseresjes zijn, word je er ook blij van. Elke zaterdag gaan ze oefenen. Ze springen en draaien en bewegen heel mooi. Ze dansen op de maat van de muziek. Hard werken. Maar het is ook heel leuk. Nijntje probeert heel mooi te staan. Ze is best trots op zichzelf. Ze is benieuwd of Boris Beer ook kan dansen. En ze vraagt aan tante Trein: is dansen alleen voor meisjes? Natuurlijk niet, zegt tante Trein. Dansen is voor iedereen. Sommige van de beste dansers zijn jongens. Van dansen worden ze sterk en lenig. Ik ga aan Boris en Barbara vragen of ze ook met onze dansles mee willen doen. Ja, zegt tante Trein. Met een grote groep kunnen we een dansuitvoering maken voor alle ouders. Die vinden het vast heel leuk om te zien hoe goed jullie kunnen dansen. De vriendinnen oefenen heel hard op hun dansje. Nijntje hoopt dat Boris ook wil leren dansen. Maar als ze bij hem op bezoek gaat, ontdekt ze dat Boris al heel goed kan dansen. Op een dag krijgt Nijntje een kaart van haar vriend Boris Beer. Boris woont in een houten huis dat hij helemaal zelf heeft gebouwd. Het huis staat midden in het bos. Op de kaart staat een mooie tekening van zijn huis. En op de andere kant schrijft Boris: beste Nijntje, kom je bij mij op bezoek? Er zijn nu een heleboel bosbessen in het bos. En ik zou het fijn vinden als je me helpt met plukken. Dat vindt Nijntje wel leuk. Dus ze vraagt aan moeder Pluis of ze naar Boris mag om te helpen bosbessen te plukken. Ja, zegt moeder. Maar wees wel voorzichtig en let goed op zodat je niet verdwaalt. Maak je geen zorgen, moeder. Ik ken de weg. Moeder zegt: ik zal een mandje met boterhammen maken, zodat jullie kunnen picknicken als jullie bosbessen plukken. Wees voorzichtig, zegt moeder nog een keer als ze Nijntje uitzwaait. Nijntje loopt in het bos. Ze hoort de vogeltjes zingen. Ze ruikt de bloemetjes. En ze ziet een heleboel gekleurde vlinders.
Het bos is vol met prachtige dingen om naar te kijken, om aan te ruiken of naar te luisteren. Ze kijkt naar rechts. Ze kijkt naar links. Ze kijkt omhoog. Ze kijkt om zich heen. En dan ziet ze recht voor zich het huis van Boris. Boris komt naar buiten om haar te begroeten. Hallo Nijntje, ik ben blij dat je er bent. Er zijn zoveel lekkere bosbessen om te plukken in het bos. Ze plukken en ze plukken. Al snel zitten hun mandjes vol met lekkere rijpe bosbessen. En ook hun buiken zitten vol met lekkere rijpe bosbessen. En met boterhammen. Ze hebben een fijne tijd. Al snel wordt het een beetje donker. Oh, zegt Nijntje. Ik moet naar huis. Denk je dat je de weg kunt vinden? Vraagt Boris. Hij is een beetje bang dat Nijntje verdwaalt. Maak je geen zorgen, Boris. Ik ken de weg, zegt Nijntje. En ze gaat op weg naar huis met haar mandje vol met bosbessen. Maar het wordt steeds donkerder. Nijntje kijkt links en ze kijkt rechts. Ineens zien alle bomen er hetzelfde uit. Ik ben bang dat ik toch verdwaald ben, zegt Nijntje hardop. Nee hoor, zegt Boris. Je bent niet verdwaald. Ik zal het je laten zien. Nijntje is blij dat Boris haar heeft gevolgd op weg naar huis. Hij loopt helemaal mee tot aan de rand van het bos. We zijn er, zegt Boris. Daar is je huis. Nu kun je de weg verder zelf vinden. Nijntje zwaait gedag naar Boris en denkt: ik ben blij dat ik zo'n goede vriend heb. Op een dag als de zon opkomt, wordt Nijntje wakker. Ze heeft reuze trek. Ik zou wel wat lekkere verse wortels lusten als ontbijt. Ze kijkt in de keuken. Daar zijn geen wortels. Dan kijkt ze in de kast. Daar zijn ook geen wortels. En ze kijkt op de tafel. Maar daar liggen ook geen wortels. Wat jammer nou, zegt Nijntje. Ik heb heel erg zin in wortels. Nijntje heeft echt trek. Dan gaat de bel. Nijntje doet open en daar staat haar vriendin Betje Big. Kom binnen, Betje, zegt Nijntje. Je mag wel komen ontbijten. Maar ik heb geen wortels. Oh, zegt Betje. Heb je overal gezocht? Ja, zegt Nijntje. Ik heb in de kast gekeken. Ik heb op de tafel gekeken. Maar, zegt Betje, heb je ook in de pan op het fornuis gekeken? Oh nee, zegt Nijntje. Ik heb niet in de pan gezocht. Samen kijken ze in de pan. Maar de pan is leeg. Wat jammer. Ik heb ook trek, zegt Betje. Maar ik heb een goed idee. We gaan naar mijn huis. Ik heb nog hele lekkere wortels in mijn tuin. Maar ik ben gisteren langs je tuin gelopen en ik heb helemaal geen wortels gezien. Betje lacht. Laten we naar mijn tuin gaan, dan laat ik ze aan je zien. Nijntje vraagt zich af hoe dat kan. Kunnen wortels in één dag groeien? Samen lopen ze naar Betjes huis en Nijntje is erg benieuwd.
Als ze bij Betjes huis aankomen, kijkt Nijntje goed om zich heen. Maar ze ziet nog steeds geen wortels. Maar er zijn helemaal geen wortels hier, zegt Nijntje. Ze is erg teleurgesteld en ze heeft nog steeds trek. Ik wist wel dat ze niet in één dag kunnen groeien. Natuurlijk niet, zegt Betje. Maar er zijn toch echt wortels hier, Nijntje? Je kan ze alleen niet zien. Ze bukt en trekt een mooie wortel uit de grond. Ah, zegt Nijntje. Wortels groeien onder de grond. Daarom kan ik ze niet zien. Alsjeblieft, Nijntje, neem er maar zoveel mee als je wilt, zegt Betje. Als ze klaar zijn, lopen Nijntje en Betje terug naar Nijntjes huis. En ze verheugen zich op een lekker wortelontbijt. Nijntje kijkt naar buiten. Het stormt. De wind blaast hard. Blaadjes vliegen door de lucht. En over de grond. Maar dan komt de zon. En gaat de wind liggen. Nu is het weer een mooie dag. Nijntje pakt een bal en gaat buiten spelen. Ze gooit de bal hoog in de lucht. De bal valt op de grond en rolt naar een boom toe. Nijntje rent er naartoe. Wat ziet ze daar? Een klein vogeltje. De storm heeft hem uit zijn nestje geblazen. En hij kan nog niet vliegen. Oh, zegt Nijntje. Dit arme jonge vogeltje heeft hulp nodig. Wat kan ik doen? Nijntje neemt het vogeltje mee naar binnen en laat het haar moeder zien. Hoe kan ik dit vogeltje helpen? Ik denk dat de storm hem uit zijn nestje heeft geblazen. Hij heeft vast pijn. Moeder Pluis kijkt naar het vogeltje. Ik denk niet dat hij gewond is, Nijntje. Oh, gelukkig. Mag ik hem houden? Ik zal hem wassen en eten geven en een fijn bedje voor hem maken. Maar Nijntjes moeder zegt: ik denk niet dat een vogeltje in huis hoort. Hij heeft zijn eigen moeder nodig. Ze is vast naar hem op zoek. Ze kijken naar buiten en zien de moedervogel rond de boom vliegen, op zoek naar haar kindje. We moeten het vogeltje terugzetten in zijn nest in de boom. Hij is nog te klein om er zelf naartoe te vliegen. Ze zetten het vogeltje op het gras. En gaan een ladder halen. Het vogeltje zegt: en maakt een klein sprongetje. Dan zegt hij: en maakt hij 2 sprongetjes. Hij opent zijn vleugeltjes en probeert ermee te fladderen. Dan zegt hij: en hij fladdert opnieuw met zijn vleugeltjes. Nijntje en haar moeder komen terug met de ladder en zetten deze tegen de boom. Op dat moment zegt het vogeltje:
Hij fladdert steeds sneller met zijn vleugeltjes en hij vliegt. Hij vliegt rond en rond en helemaal naar boven en landt precies in zijn nestje, helemaal alleen. Het vogeltje is terug in zijn nestje, zegt Nijntje. Kijk, zijn moeder vliegt naar het nest en haar kindje is weer helemaal veilig. Nijntje en haar moeder dragen de ladder terug naar binnen. En moedervogel is blij dat haar kindje weer veilig thuis is. Nijntje speelt met haar bal in de tuin als Knorretje komt aanrennen. Nijntje, Nijntje, roept Knorretje. Zullen we verstoppertje spelen? Dat is een leuk spelletje, Knorretje, zegt Nijntje. Maar we zijn maar met z'n tweeën. En dat is te weinig om verstoppertje te spelen. Kijk, Nijntje, daar is Snuffy. Laten we Boris en Barbara halen. Dan zijn we met z'n vieren en Snuffy kan kijken. Samen gaan ze naar het bos. Al snel komen ze bij het huis van Boris en Barbara. Dag Boris, dag Barbara. Als jullie klaar zijn met werken, willen jullie dan verstoppertje met ons spelen? Ja, zegt Boris. Wij willen best verstoppertje spelen. We zijn klaar met het zagen van de houtblokken, dus kunnen we nu spelen. Zullen we beginnen? Wie is hem? Nee, Snuffy, zegt Nijntje. Dat is niet eerlijk. Jij kunt zo goed ruiken dat het makkelijk is om ons te vinden. Jij mag kijken hoe we spelen. Ik ben hem eerst. Dan kunnen alle anderen zich verstoppen. Nijntje draait zich om en begint langzaam tot 10 te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. En ze begint te zoeken in het bos. Ondertussen rent Snuffy naar een boom en begint te blaffen. Boris komt achter de boom vandaan. Dat is niet eerlijk, Snuffy. Nijntje moet ons vinden. Dan komen Barbara en Knorretje ook tevoorschijn van achter de bomen waar ze zich verstopt hebben. Nu moeten we helemaal opnieuw beginnen, zeggen ze. Ja, zegt Nijntje. Jij bent hem helemaal niet, Snuffy. Je moet niet blaffen, hoor. Je moet stil blijven zitten en mij laten zoeken. Nijntje draait zich nog een keer om, doet haar ogen dicht en begint te tellen. Terwijl Boris, Barbara en Knorretje wegrennen om zich te verstoppen. Deze keer is Snuffy wel stil. Ik kom, roept Nijntje. En ze kijkt achter elke boom. Ja, ik zie je, Boris. En jou ook, Knorretje. Maar Nijntje kan Barbara niet vinden, waar ze ook kijkt. Waar zou die zijn? Ik ben bang dat Barbara verdwaald is, zegt Nijntje. Ik heb achter elke boom gekeken. Nu mag je wel blaffen, Snuffy. Help je ons om Barbara te vinden? Snuffy rent meteen naar een boom toe en begint te blaffen. Maar Barbara zit niet achter de boom. Snuffy blijft toch blaffen. Nu kijken ze omhoog en jawel, daar is Barbara. Ze staat op een tak helemaal boven in de boom. Wat een goede plek om je te verstoppen, zegt Nijntje. Zonder Snuffy had ik je nooit gevonden. Thank you.
In Nijntjes school is een lege witte muur. Nijntje steekt haar hand op en vraagt: mogen we de muur versieren, juf? We kunnen tekeningen maken en deze op de witte muur hangen. Dat is een goed idee, Nijntje, zegt de juf. De juf deelt papier, potloden en verf uit. Al snel is iedereen druk aan het tekenen. Nijntje tekent een mooie bloem. Nina maakt een tekening met schelpen. Aagje tekent een vis. Willemijn tekent een boot met vlaggen. Nijntje gebruikt gele verf voor haar bloem en groene verf voor de blaadjes. Aagje kleurt haar vis met blauwe en gele strepen. Willemijn maakt haar boot blauw. Ze kleurt de vlaggen rood, geel en blauw. Ik weet niet wat ik nu moet tekenen, zegt Nina als haar tekening af is. Ik weet het ook niet, zegt Willemijn. Maar we hebben nog veel meer tekeningen nodig voor de lege muur, zegt Nijntje. Kom, zegt de juf. Neem alle spullen maar mee naar buiten. Dan gaan we naar de speelplaats. Kijk maar, hier zie je een heleboel dingen om te tekenen. Al snel kijken ze overal in de speeltuin. Nijntje ziet nog meer mooie gekleurde bloemen om na te tekenen. Nina tekent een kleine rode vlinder. En Willemijn maakt een tekening van een hele grote boom. Er zijn zoveel verschillende dingen buiten om te tekenen. En aan het einde van de middag hebben de kinderen een heleboel verschillende tekeningen gemaakt. De juf is erg blij met alle nieuwe tekeningen voor aan de muur. Maar zouden ze wel allemaal passen? We moeten alle tekeningen dicht naast elkaar hangen, zodat er genoeg ruimte is voor allemaal. Maar er is niet genoeg ruimte. En sommige kinderen zijn teleurgesteld dat hun tekeningen niet allemaal op de muur passen. Nina steekt haar hand op. Ik heb een idee, zegt ze. Waarom wisselen we de tekeningen niet elke dag, zodat alle tekeningen een keer op de muur komen te hangen? Wat een goed idee, Nina, zegt de juf. Dat zullen we doen. Dan kunnen we zelfs nog meer tekeningen maken. Iedereen juicht. En Nijntje zegt: nu is het nog leuker om naar school te gaan. En dat is waar. Iedere dag hangen er verschillende prachtige tekeningen aan de muur. Nijntje en Nina spelen samen in de tuin. Ze gooien een gekleurde bal naar elkaar toe. Nina gooit de bal hoog in de lucht. Maar Nijntje kan niet zien waar de bal terechtkomt. Als ze achter een boom zoekt, ziet ze wel iets anders. Het is een ei. Een blauw ei. Wat mooi, zegt Nijntje. Ze vergeet haar bal
en ze kijkt verbaasd naar het kleine blauwe ei. Wat denk jij dat erin zit, Nina? Daar komt Betje Big voorbij. Wat kijken jullie naar dat blauwe ei? Zegt Betje. Denken jullie soms dat er blauwe wortels uit blauwe eieren komen? Ik denk het niet. Wortels komen niet uit eieren. Mijn oma zegt dat er blauwe sokken in blauwe eieren zitten, zegt Nina. Ik denk het niet. Sokken koop je in de winkel. Vogels leggen eieren. Er is vast een vogelnest in een van deze bomen. Nina kijkt naar boven en ziet een vogelnest. In het nest zit een grote rode vogel. Nijntje vraagt: kan een blauw ei van een rode vogel zijn? Ik denk het niet, zegt Betje. Ik heb dezelfde kleur als mijn vader en moeder. Ja, zegt Nina, ik ben bruin en mijn vader en moeder zijn ook bruin. Nijntje zegt: misschien is het met eieren anders. Want gele kuikens komen ook uit witte of bruine eieren. Betje tilt Nijntje heel hoog op, zodat ze het blauwe ei terug kan leggen in het nest, onder de rode vogel. Moeder Vogel gaat lekker op het blauwe ei zitten en fluit een vrolijk wijsje. Betje ziet ineens de bal liggen. Ze hebben veel plezier als ze samen met de bal spelen. Ze moeten veel lachen. Plotseling horen ze nog een ander geluid. Het is het tjilpen van een jong vogeltje. Een klein rood vogeltje zit in het nest. Nijntje weet nu zeker dat de kleur van de buitenkant niet zegt over wat er binnenin zit. Ik wist heus wel dat wortels niet uit eieren komen, Nijntje, zegt Betje. Ik maakte maar een grapje over de blauwe wortels. Ik ook, zegt Nina. Natuurlijk weet ik dat er in een ei geen sokken zitten. Nu weten we ook dat een rode vogel uit een blauw ei kan komen, zegt Nijntje. Wat mooi! Nijntje vindt het fijn om in de sneeuw te spelen. Ze houdt ervan om van de bergen naar beneden te sleeën. Ze houdt ervan om over de sneeuw te skiën. En ze vindt het leuk om in de sneeuw te liggen en met haar armen sneeuwengelen te maken. Maar wat ze het allerfijnste vindt is om grote sneeuwkonijnen te maken. Daarbij heeft ze wel een beetje hulp nodig. En wie denk je dat er voorbij komt om te helpen? Snuffy. Snuffy vindt het heerlijk om rond te rennen en te springen in de sneeuw. En als ze Nijntje hard bezig ziet om een grote sneeuwbal te maken, komt ze haar snel helpen. Samen duwen en duwen ze. En terwijl de sneeuwbal langzaam rolt, plakt er steeds meer sneeuw aan vast. En hij wordt groter en groter. Deze sneeuwbal is groot genoeg voor het lijf van het sneeuwkonijn, zegt Nijntje. Nu kunnen we een kleinere sneeuwbal maken voor het hoofd. Nijntje maakt een kleine sneeuwbal. Snuffy kan hem met haar neus vooruit duwen. Maar als de bal groter en groter wordt, helpt Nijntje duwen totdat de bal groot genoeg is voor het hoofd van het sneeuwkonijn. Nu moeten we deze sneeuwbal bovenop de grote sneeuwbal zetten.
Maar hoe ze het ook proberen, ze kunnen de zware sneeuwbal niet omhoog krijgen. Op dat moment komt Boris Beer eraan. Hallo Nijntje, zegt Boris. Wat ben je aan het doen? We proberen een groot sneeuwkonijn te maken, zegt Nijntje. Maar zijn hoofd is te zwaar. We krijgen het niet omhoog. Ik heb een idee, Nijntje, zegt Boris. Deze planken moeten naar mijn werkplaats. Maar we kunnen ze nu mooi gebruiken om een helling te maken. Boris zet de planken tegen het lijf van het sneeuwkonijn. Zo maakt hij een mooie helling naar de top van de sneeuwbal. Nu kunnen ze de kleine sneeuwbal op de helling rollen. De sneeuwbal rollen is ook zwaar, maar niet zo zwaar als optillen. Eindelijk staat het hoofd van het sneeuwkonijn bovenop zijn lijf. Nu zoekt Nijntje twee stokjes voor de oren. Ze steekt de stokjes boven in het hoofd. Ze lijken helemaal niet op konijnenoren, zegt Nijntje. Dan heeft ze een idee. Ze drukt wat sneeuw stevig om het ene stokje. En ze drukt nog wat sneeuw om het andere stokje. Twee perfecte konijnenoren. Snuffy rent weg en komt terug met twee rubberen ballen waar ze vaak mee speelt. Nijntje lacht. Ze drukt de twee ballen in het hoofd van het sneeuwkonijn. Nu heeft hij ogen, zegt Nijntje. Zo kan hij zelf zien hoe mooi we hem gemaakt hebben. En allemaal dankzij jullie hulp, Snuffy en Boris. Jullie zijn zulke slimme vrienden. Voor de neus van het sneeuwkonijn gebruikt Nijntje een wortel. En nu is het sneeuwkonijn helemaal af. Op een dag kijkt Nijntje naar buiten. En wat ziet ze? Een mooie vlieger in de lucht boven haar huis. Nijntje volgt het touwtje naar beneden om te zien wie er aan het vliegen is. In de verte, helemaal aan de andere kant van het touw, staat Knorretje. En zo te zien heeft ze het prima naar haar zin. Nijntje pakt haar step en rijdt zo snel mogelijk naar het huis van Betje Big. Goedemorgen, Knorretje. Waar heb je die mooie vlieger vandaan? Ik zou er ook wel eentje willen hebben. Dat zou zo leuk zijn. Boris Beer heeft hem voor me gemaakt, voor mijn verjaardag. Boris is zo handig, hij kan bijna alles maken. Wil jij het touw vasthouden, Nijntje? Dan weet je hoe leuk het is om te vliegeren. Nijntje pakt het touw vast. Ze vindt het zo leuk dat ze bijna niet kan wachten tot ze een eigen vlieger heeft. Dank je wel, Knorretje, zegt Nijntje. Ik ga aan Boris vragen of hij ook een vlieger voor mij wil maken. Nijntje rijdt zo snel als ze kan met haar step door het bos. Als ze bij het huis van Boris is, vraagt ze hem of hij een vlieger voor haar wil maken. Net als voor Knorretje. Ja hoor, Nijntje, dat doe ik graag. Maar omdat je niet jarig bent, moet je me wel helpen. Maar ik weet niet hoe ik een vlieger moet maken. Maak je geen zorgen, Nijntje. Ik zal je laten zien hoe het moet. We zullen de vlieger samen maken, stapje voor stapje. Eerst neemt Boris twee dunne latjes. Een lange lat en een korte lat. Hij legt de korte lat dwars over de lange lat en houdt ze stevig vast. Nu kan Nijntje ze met een touw aan elkaar vastmaken. Dan spant Boris een lang stuk touw rondom de vier hoeken van de houten latjes. De vlieger is nu bijna klaar. Boris pakt rood gekleurd papier dat hij heeft uitgeknipt in de goede vorm. Nu moeten we het papier om het touw vouwen en vastplakken, zodat het vast blijft zitten. En de vlieger moet ook nog een staart krijgen.
Nijntje pakt een paar stukjes gekleurde stof en bindt deze aan een nieuw stuk touw. Dit maakt ze aan de onderkant van de vlieger vast. Nu moeten we alleen nog een heel lang touw aan de vlieger vastmaken. Dan kunnen we naar buiten om te vliegeren. Nijntje houdt het touw stevig vast, terwijl Boris de vlieger omhoog houdt. De wind blaast tegen de vlieger en de vlieger gaat omhoog. Hij danst in de lucht. Het ziet er prachtig uit. Opeens duikt de vlieger omlaag, midden in een boom. Nijntje trekt aan het touw, maar de vlieger zit vast. Hoe moeten we de vlieger nou uit de boom krijgen? Zegt Nijntje. Ze is erg verdrietig. Maar Boris klimt al in de boom. Hij maakt de vlieger los en laat hem op de grond vallen. Het bos is geen goede plek om te vliegeren, Nijntje. Er staan te veel bomen. Ik neem de vlieger mee naar huis, zegt Nijntje. Daar zijn niet zoveel bomen. Dank je wel voor de mooie vlieger, Boris. Nijntje neemt de vlieger mee naar huis. Dat is leuk. Nu zijn er twee mooie vliegers in de lucht. Eentje van Knorretje en eentje van Nijntje. Op een middag spelen Nijntje en Nina in de tuin van Nijntje. Ik ben de prinses, zegt Nijntje. En dan ben jij de koningin, Nina. Dat is een goed idee, zegt Nina. Het is erg leuk. Prinses Nijntje en koningin Nina spelen de hele middag. Nina, Nijntje, roept moeder Pluis uit het raam. Binnenkomen, het is tijd om naar bed te gaan. En snel liggen Nijntje en Nina lekker in bed. Zal ik een verhaaltje voorlezen? Vraagt moeder Pluis. Ja, dat is fijn, zeggen Nina en Nijn. Hier heb ik een mooi verhaal over een prinses en een koningin. Willen jullie dat horen? Vraagt Nijntjes moeder. Nijntje en Nina lachen. Ze vinden het grappig dat Nijntjes moeder een verhaal heeft gekozen dat hetzelfde is als wat ze in de tuin hebben gespeeld. Het is een prachtig verhaal en ze luisteren vol spanning. Als het verhaal afgelopen is, doet moeder het licht uit en zegt: slaap lekker, morgen is er weer een nieuwe dag. In het donker fluistert Nina tegen Nijntje. Dat was een mooi verhaal. Zullen we er nog één lezen? Nijntje doet haar bedlampje aan en ze pakt nog een boek van de plank. Kun jij lezen, Nina? Vraagt Nijntje. Nina, Nijntje, jullie moeten slapen hoor, zegt moeder Pluis. Als het licht weer uit is, fluistert Nina zachtjes tegen Nijntje. Ik kan nog niet lezen, Nijntje, maar ik zou het wel willen. Ik ook, fluistert Nijntje. Snel vallen de meisjes in slaap. En voordat ze het weten, is het weer ochtend. Wakker worden, Nina en Nijntje. Het is ochtend en tijd om naar school te gaan. Op school vraagt de juf aan de klas: houden jullie van verhalen, kinderen? Willen jullie leren lezen? Nijntje en Nina kijken elkaar aan. Dat is precies wat we willen, fluistert Nijntje tegen Nina. De hele dag leren ze letters en woorden lezen. Het is erg spannend. Aan het einde van de middag zegt de juf: hier heb ik een mooi boek. Wie kan er al een paar
paar woorden uit lezen. Nijntje en Nina kijken elkaar weer aan. Het boek is hetzelfde als van moeder Pluis. Allebei de meisjes steken hun hand op. De juf kiest Nijntje en geeft haar het boek. Nijntje begint te lezen. Op een dag was er een mooie prinses. De juf is verbaasd dat Nijntje zo goed kan lezen. Jij hebt snel leren lezen, Nijntje, zegt ze. Ja, want dit verhaal ken ik al bijna uit mijn hoofd. Op een dag regent het te hard om buiten te spelen. Moeder Pluis zegt: dit is een mooie dag om je kamer te verven, Nijntje. Hij is al zo lang niet geverfd. Wat een goed idee, zegt Nijntje. Mag ik helpen? Ja, zegt vader Pluis. Dan gaan we nu eerst je kamer leeghalen. Nijntje zegt: maar er hangen zoveel tekeningen aan de muur. En mijn kast staat er. En mijn bed. Dan heb ik ook nog mijn plank. Kunnen we er niet omheen verven? Nee, dat kan echt niet, zegt Nijntjes moeder. Eerst moeten we alles uit de kamer halen, zodat we de muur helemaal kunnen verven. Goed, zegt Nijntje. Ik help wel. Ik haal mijn tekeningen van de muur. Maar mijn bed of mijn kast of mijn plank kan ik niet weghalen. Je moeder en ik zullen alle zware dingen weghalen, Nijntje. Denk eens na. Welke kleur zou jij je kamer willen verven? Ik heb verschillende kleuren verf in mijn werkplaats. Terwijl vader en moeder alles uit de kamer dragen, denkt Nijntje na over een kleur voor haar kamer. Als ik hem blauw verf, dan lijkt het alsof het altijd nacht is, zegt ze. Als ik hem rood verf, dan ziet het er heel warm uit. Als ik hem groen verf, dan is het net of ik in de tuin slaap. En als ik hem wit verf, dan is mijn kamer dezelfde kleur als ik. Misschien kan ik mezelf dan niet meer goed zien. Nijntje kijkt naar buiten en ziet een mooie gele tulp. De kleur van die tulp is geel. Zo mooi geel als de zon. Ik wil mijn kamer graag geel verven, zegt Nijntje. Vader Pluis zegt: ik heb mooie gele verf. Ik zal de bovenkant van de muur verven, dan kan jij de onderkant doen, Nijntje. Ik zal je leren hoe je moet verven. Moeder zegt: eerst moet je een schort omdoen, Nijntje. Het zou zonde zijn als je verf op je mooie jurk krijgt. Nijntje doet een schort om en haar vader roert voorzichtig de helder gele verf. Hij pakt een grote kwast en geeft Nijntje een kleine kwast. En dan gaan ze aan het werk. Nijntje, zegt vader Pluis, je moet proberen om van boven naar beneden te verven, in rechte banen en steeds in dezelfde richting. Nijntje leert vlug. Al snel is de kamer mooi geel geverfd. En staan de spullen weer op hun oude plek. Nijntje is erg blij met haar vrolijke gele kamer. Het is best fijn, zegt ze, om je kamer een keer te verven. En ik vond het leuk om te helpen.
Boris en Barbara denken na over Nijntjes verjaardag. Wat zullen we voor haar maken, zegt Barbara. Nou, zegt Boris, het wordt snel lente en ik weet dat Nijntje het fijn vindt om elk jaar de jonge vogeltjes te zien. Waarom maken we geen mooi vogelhuisje waar ze naar kan kijken? Ja, dat is een goed idee, Boris, zegt Barbara. Dan verven we het in mooie kleuren. Ik maak het huis van Nijntje na. Maar dan in het klein. Precies groot genoeg voor de vogeltjes. Ik heb nog een tekening van Nijntjes huis die ik kan gebruiken. Boris zoekt een paar mooie houten planken uit. Een plank voor de muren. Een sterk stuk hout voor de vloer. En twee mooie planken voor het dak. Eerst maakt hij een tekening waarop je kan zien hoe groot alle stukken hout zijn en hoe ze in elkaar moeten worden gezet. Dan pakt Boris zijn liniaal. Hij meet alles op en zet een streepje op de plek waar de plank moet worden afgezaagd. Hij legt de plank op zijn werkbank en zet hem stevig vast. Dan pakt hij een scherpe zaag. Hij zaagt heen en weer over de streep die hij heeft getekend op de plank. Zo doet hij dat met elke plank totdat alle delen van het vogelhuisje de goede maat hebben. Hij gebruikt een hamer om alle stukken aan elkaar te timmeren. Nu is het een prachtig vogelhuisje. Ik gebruik mijn boor om een klein gat in het huisje te maken. Groot genoeg voor moeder vogel om naar binnen te kunnen. Dan kan zij takjes en gras verzamelen om een warm nestje te bouwen. Het is klaar om te verven, Barbara, zegt Boris. Barbara heeft 4 potten verf en kwasten voor elke kleur. Al snel lijkt het vogelhuisje precies op het huis van Nijntje. Met maar 1 klein verschil. Op de dag van Nijntjes verjaardag brengen Boris en Barbara het vogelhuisje naar het huis van Nijntje en zetten het op een paal in de tuin. Hartelijk gefeliciteerd, Nijntje, zeggen Boris en Barbara. We hebben een verrassing voor je. Kom maar kijken. Nijntje is erg blij met haar vogelhuisje. Het is net mijn eigen huis, zegt Nijntje. Maar in plaats van een deur zit er een klein rond gaatje aan de voorkant. Dat is een deur voor vogeltjes, zegt Boris. Het is geen konijnendeur. En ze moeten allemaal hard lachen. Wat fijn om zulke slimme vrienden te hebben, zegt Nijntje. Ik ben erg blij met jullie cadeau. En er is vast een moedervogel die ook heel blij is. Nu zijn we allemaal blij. Nijntje is dol op muziek. Ze speelt blokfluit. Dat klinkt mooi, Nijntje, zegt moeder Pluis. Maar dat liedje klinkt nog mooier met meer muzikanten. Ik ga Aagje uitnodigen, roept Nijntje. Zij kan accordeon spelen. Ja, zegt moeder Pluis. En Betje Big speelt heel goed contrabas. Ik zal haar bellen en vragen of ze ook mee wil doen.
Natuurlijk wil ik meedoen, zegt Betje aan de telefoon. Ik vind het leuk om muziek te maken. Kan ik mijn kleine nichtje Knorretje meenemen? Ze logeert deze week bij me en ze speelt piano. Ach, zegt moeder Pluis, dat is jammer. We hebben geen piano. Neem Knorretje toch maar mee. We verzinnen wel iets waar zij op kan spelen. Daar is Aagje al. Nu kunnen ze het liedje met z'n tweeën spelen. Op weg naar Nijntjes huis heeft Betje veel moeite om met haar zware contrabas op de heuvel te komen. Eindelijk komen zij en Knorretje aan. Nijntje, Aagje en Betje beginnen met z'n drieën te spelen. Klinkt goed, maar voor Knorretje is het niet leuk. Zij heeft niets om op te spelen. We hebben geen echte piano, Knorretje. Maar ik heb wel een mooie speelgoedpiano. Ik weet zeker dat je daar ook op kunt spelen. Nu kunnen ze allemaal samen spelen. Dat klinkt goed. Het regent buiten. Wat kan ik vandaag doen? Zegt Nijntje. Ik kan niet buiten spelen met mijn vriendjes. Je kunt me helpen afwassen, zegt moeder Pluis. Nijntje droogt af. En daarna veegt ze de vloer. Dank je wel voor je hulp, zegt moeder Pluis. Nijntje kijkt nog eens uit het raam. Buiten regent het nog steeds. Kan ik nog iets voor je doen, moeder? Vraagt Nijntje. Je hebt me al genoeg geholpen, zegt moeder Pluis. Waarom maak je geen mooie tekening met je kleurpotloden? Ja, zegt Nijntje, dat is leuk. Nijntje maakt een tekening van de achtertuin met een blauwe lucht en een stralende zon. Maar als Nijntje naar buiten kijkt, is de lucht niet blauw en ook de zon schijnt niet. Het regent harder dan ooit. Ik weet echt niks te doen, zucht Nijntje. Wat kan ik doen, moeder? Vraagt Nijntje. Ik heb afgedroogd, ik heb de vloer geveegd en ik heb een tekening gemaakt. Waarom ga je niet lezen, zegt moeder Pluis. Dat is een goed idee, zegt Nijntje.
Nijntje leest een mooi verhaal over een zonnige dag op het strand. Ze kijkt weer naar buiten en ziet dat het nog steeds hard regent. Haar moeder zegt: Nijntje, waarom zet je geen leuk muziekje op? Daar word je vrolijk van. Nijntje zet muziek op uit het zonnige Spanje. Maar buiten begint het op de Noordpool te lijken. Terwijl de muziek speelt, verandert de regen in sneeuw. Nijntje, Nijntje, roept moeder Pluis. Kijk eens naar buiten hoe mooi het is. Dat is raar, denkt Nijntje. Het regent al de hele dag en moeder vindt het mooi. Nijntje kijkt door het raam. En wat ziet ze? Er ligt een dikke laag zachte witte sneeuw. De lucht is weer blauw. Wat mooi! Nijntje trekt een warme jas aan en doet een sjaal om. Dan rent ze naar buiten. Nu kan ze toch nog buiten spelen met haar vriendjes. Op een dag hoort Nijntje een vreemd geluid bij de voordeur. Wat zou dat kunnen zijn, denkt Nijntje. Ze doet de deur open en daar staat een klein bruin hondje. Het hondje kwispelt vrolijk met zijn staart. Hoe heet jij, hondje? Vraagt Nijntje. Maar het hondje doet alleen... Nijntje lacht en zegt: Ik denk dat jij Snuffy heet. Wil je wat water? Het is erg warm vandaag en je hebt vast dorst. In de keuken doet Nijntje koud water in een kom. Dat vindt Snuffy fijn. Ze drinkt het water. Dan vraagt Nijntje: Ga je mee in de tuin spelen? Nijntje en Snuffy gaan naar buiten. Wat kan je allemaal? Kan je zitten? Snuffy gaat zitten. Kan je ook opzitten? En Snuffy gaat op haar achterpoten zitten. Kan je ook rollen? En ja hoor, Snuffy rolt heen en weer. Wat kun je nog meer? Plotseling doet Snuffy haar oortjes omhoog en rent een rondje om het huis. Wat is er? Vraagt Nijntje. Is er iets mis? Snuffy stopt bij het keukenraam en blaft. Nijntje rent naar het raam om te kijken wat er aan de hand is. Dan ziet ze dat ze de kraan open heeft laten staan. Slim hondje, Snuffy, zegt Nijntje. Toen ik naar de keuken ging om water voor je te halen, heb ik de kraan open laten staan. Nijntje gaat vlug naar binnen
en draait de kraan dicht. O, Snuffy. Jij bent een slim hondje. Je hebt vast honger gekregen. Ik zal je een koekje geven. Zegt Snuffy blij. Ze kwispelt met haar staartje. Het was leuk dat je bij mij op bezoek kwam. Je mag altijd langskomen. Snuffy blaft vrolijk. Dat zal ze zeker doen. Op een dag is Boris Beer heel hard aan het werk. Hij zaagt houtblokken in planken. Dan komt Nijntje op bezoek. Wat ben je aan het doen, Boris? Vraagt Nijntje. Ik zaag deze houtblokken in planken, zegt Boris. Wat doe je met die planken? Vraagt Nijntje. Ik kan van alles maken met deze houten planken, Nijntje. Kijk, ik zal het je laten zien. Boris neemt Nijntje mee naar binnen om haar te laten zien wat hij heeft gemaakt van de houten planken. Ik heb deze tafel van mijn planken gemaakt. En deze bank. En zelfs deze muren. Ik kan bijna alles maken met houten planken. Kom maar kijken. Hij neemt Nijntje mee naar zijn werkbank. Ik zal iets bijzonders voor je maken. En terwijl ik eraan werk, mag jij raden wat het is. Boris legt twee planken naast elkaar op zijn werkbank. Wordt het een tafel? Vraagt Nijntje. Nee, zegt Boris, het wordt geen tafel. Dan zet hij nog twee planken aan de uiteindes. Oh, zegt Nijntje, wordt het een bankje? Nee, zegt Boris, het wordt geen bankje. Dan zet hij nog twee planken aan de zijkanten. Ik weet het, zegt Nijntje, wordt het een kist met een deksel? Nee, zegt Boris, het heeft geen deksel en het wordt geen kist. Boris slaat spijkers in de planken om alles vast te maken. Hij pakt een rond houtblok en zaagt er vier stukken van af. Hij maakt de vier ronde stukken hout vast aan de zijkanten. Nu kun je zien wat het wordt, zegt Boris. Ik weet het, roept Nijntje blij. Het wordt een wagentje. Dat klopt, zegt Boris. Het wordt een klein houten wagentje en het is bijna klaar. Nijntje maakt een sprongetje van blijdschap. Zegt ze. Dank je wel, Boris. Stap maar in, Nijntje, zegt Boris. Dan zal ik je naar huis brengen. Nijntje gaat voorzichtig in het wagentje zitten. En als een prinses rijdt ze naar huis.
Het is prachtig weer buiten. Wat een mooie dag om op bezoek te gaan bij tante Trijn, denkt Nijntje. Ze vraagt haar moeder of ze naar tante Trijn mag. Als je gaat, kan je een leuk cadeautje voor haar meenemen, zegt moeder Pluis. Nijntje denkt na. Wat zal ik voor cadeautje meenemen? Ze kijkt uit het raam en ziet mooie bloemen in de tuin. Kan ik wat bloemen plukken uit de tuin om aan tante Trijn te geven? Vraagt Nijntje. Dat is een goed idee, zegt haar moeder. Nijntje plukt een blauwe bloem. Een gele bloem. En een rode bloem. Wat een mooie bloemen, denkt Nijntje. Ik weet zeker dat tante Trijn daar heel blij mee is. Als ze op weg is naar tante Trijn, komt Nijntje langs het huis van Betje Big. Hallo Nijntje, wat heb je daar? Ik heb bloemen voor tante Trijn, zegt Nijntje. Oh, roept Betje, heb je pijn? Nee, ik heb niets, zegt Nijntje, maar mijn bloemen zijn kapot. Ik kan niet op bezoek bij tante Trijn zonder een cadeautje. Maak je maar geen zorgen, Nijntje, zegt Betje. Ik zal je wat verse worteltjes geven uit mijn tuin. Daar zal je tante heel blij mee zijn. Dat is erg aardig van je, Betje. Je bent mijn vriendin, Nijntje, zegt Betje. En vrienden helpen elkaar. Dus neemt Betje Nijntje mee naar de tuin. Ze trekt een paar verse worteltjes uit de grond en doet ze in een mandje voor Nijntje. Dank je wel, Betje, zegt Nijntje. Betje is een echte vriendin. Als Nijntje bij het huis van tante Trijn aankomt, geeft ze haar de verse worteltjes. Tante Trijn is er erg blij mee. Nijntje vertelt tante Trijn hoe Betje haar geholpen heeft. Nijntje, zegt tante Trijn. Je mag blij zijn met zo'n goede vriendin. Iedereen heeft zulke vrienden nodig. En niemand kan blij zijn zonder verse koekjes, zegt tante Trijn. En ze zet een bord vol warme koekjes op tafel. Ze komen vers uit de oven. Denkt Nijntje. Mijn tante is ook een echte vriendin. Op een dag bedenkt Nijntje dat het leuk is als haar vriendinnetje Aagje bij haar komt logeren. Ze vraagt aan haar moeder: mag ik Aagje uitnodigen om vanavond te komen logeren? Ja, dat is goed, zegt Nijntjes moeder. Ik zal Aagjes moeder bellen om te vragen of het mag. Die middag gaat de bel. En daar staat Aagje met een klein koffertje. Ik heb iets meegenomen voor je, zegt Aagje. Het is een tekening die ik zelf gemaakt heb. Nijntje is erg blij met Aagjes tekening. Ze hangt hem meteen op in haar kamer.
zegt Nijntje. Aagje pakt haar koffer uit. Ze heeft meegenomen haar nachtjapon, haar tandenborstel, een prentenboek en natuurlijk haar eigen knuffelbeer. Wat toevallig, zegt Nijntje. Hij is bijna hetzelfde als mijn knuffelbeer. Kijk! De twee knuffelberen lijken precies op elkaar. Dan roept moeder Pluis hen voor het eten. En natuurlijk hebben de knuffelberen ook honger. Pas op dat jullie ze niet door elkaar halen, meisjes. Jullie knuffelberen zijn bijna hetzelfde. Ze hebben zelfs dezelfde kleur. Maar ik weet welke van mij is, zegt Nijntje. En ik weet welke van mij is, zegt Aagje. Goed zo, zegt moeder Pluis. Moeder schept het eten op. Er zijn worteltjes, prei en 4 heerlijke tomaten. Het ruikt zo lekker dat de twee meisjes alles opeten. En na het eten is het bedtijd. Slaap maar lekker, zegt moeder Pluis. Dan kunnen jullie morgen fijn spelen. Nijntje valt bijna in slaap. Maar Aagje niet. Ik hoor rare geluiden, zegt ze. Dat is de wind die door de bomen waait, zegt Nijntje. Dat is normaal. Het is hier zo donker, zegt Aagje. Ik kan de deur een beetje open doen, zegt Nijntje. Ik kan nog steeds niet slapen, zegt Aagje. Dan doet Nijntje haar bedlampje aan. En merkt dat Aagje Nijntjes knuffelbeer vasthoudt in plaats van die van haarzelf. Nu weet ik waarom je niet kunt slapen, zegt Nijntje. Je hebt niet je eigen knuffelbeer. Ik wist dat er iets mis was, zegt Aagje. Onze knuffelberen lijken precies op elkaar, maar ze ruiken niet hetzelfde. Natuurlijk, zegt Nijntje. Mijn beer ruikt naar mij. En mijn beer ruikt naar mij, zegt Aagje. Zo kunnen we ze uit elkaar houden, zegt Nijntje. Nu ze allebei hun eigen beer met zijn eigen speciale geur hebben, vallen ze in slaap. En hebben ze heerlijke knuffelberendromen. Op een dag komt er een brief van tante Trijn. Nijntjes moeder maakt hem open en leest dat tante Trijn een feestje geeft voor alle vriendjes. Nijntje is ook uitgenodigd en iedereen komt verkleed, leest moeder Pluis. Hoi, hoi, wat fijn, zegt Nijn. Maar wat is verkleed? Dat betekent dat je een masker opdoet, zodat je op iemand anders lijkt, zegt Nijntjes moeder. En wie zou jij willen zijn? Kijk, Betje Big krijgt ook een uitnodiging. Boris Beer krijgt een uitnodiging. En Barbara krijgt er ook een. Zelfs Snuffy wordt uitgenodigd. Tante Trijn nodigt iedereen uit op haar verkleedfeestje. Als het feest begint, kan tante Trijn helemaal niet zien wie er binnenkomt. Nijntje is als Betje verkleed. Betje heeft een Barbara-masker op. Barbara lijkt met haar masker op tante Trijn. Terwijl tante Trijn zelf als Boris verkleed is. Boris heeft een Snuffy-masker op. En Snuffy draagt een Nijntje-masker.
Wat de mooie maskers, zegt tante Trijn. Ik kan echt niet zien wie jullie zijn. Voordat we ijs en cake gaan eten, proberen we te raden wie iedereen is. Wie iedereen goed raadt, krijgt een prijs. Ze kijken elkaar allemaal aan. Wie zit er achter dit masker? Wie zou dit zijn? Wie is dit? En wie is dit? Iedereen ziet er zo anders uit dat niemand het raadt. Dan roepen ze allemaal tegelijk tegen tante Trijn. We weten wel wie jij bent. Jij bent tante Trijn. Dat kunnen we zien aan je witte schort. En dan zet iedereen zijn masker af. Tante Trijn zegt, jullie hebben allemaal goed geraden wie ik was. Nu krijgen jullie allemaal ijs en cake en ook een prijs. Iedereen smult van het ijs en de cake. Later gaan ze allemaal naar huis met een ballon. Nijntje denkt, het was een heel leuk feest. Maar ik ben blij dat ik toch echt Nijntje ben. Nijntje gaat op avontuur. Dag moeder, zegt Nijntje. Ze gaat kamperen met haar vrienden Boris en Barbara Beer. Zij weten alle goede plekken in het bos. Maar deze keer willen ze in de heuvels achter Nijntjes huis kamperen. Ze moeten heel lang omhoog klimmen en de rugzakken zijn erg zwaar. Maar Nijntje is een sterrenkonijntje en het lukt haar om Boris en Barbara bij te houden. Boven op de heuvel hebben ze een prachtig uitzicht. Het is lente en ze zien overal mooie bloemen. In de lucht vliegen vogels en vlinders. Zullen we hier kamperen? Vraagt Nijntje. Ik denk dat het te veel waait boven op de heuvel, zegt Boris. Als we onze tent iets lager in het dal opzetten, hebben we geen last van de wind. Dus lopen ze nog een stukje verder naar beneden. Nijntje wordt wel een beetje moe. Zullen we hier onze tent opzetten? Vraagt Nijntje. Ik ben bang dat het hier te steil is om onze tent op te zetten, zegt Barbara. Ik zie een mooi meertje daar beneden. Daar kunnen we goed kamperen. En ze lopen naar het meertje toe. Hier gaan we kamperen, roept Nijntje blij. Het is inderdaad een prachtige plek. Nijntje is nu erg moe. Wij zetten de tenten op, zegt Boris. Dan kan jij uitrusten, Nijntje, zegt Barbara. Ik ga niet uitrusten als jullie werken, zegt Nijntje. Ik ga water halen. Ik ga wel met je mee, zegt Barbara. Nijntje drinkt het koude water. Het is heerlijk.
Als Boris en Barbara een vuur maken, kan Nijntje lekker worteltjesoep koken, zegt ze. Want Nijntjes moeder heeft verse wortels in haar rugzak gedaan. Dat is een goed idee, zegt Boris. Ik heb wat hout voor een vuur meegenomen in mijn rugzak. En ik heb brood, kommen en lepels meegenomen in mijn rugzak, zegt Barbara. Het wordt nu snel donker. Ze genieten van de heerlijke wortelsoep bij het kampvuur. Na het eten zijn ze allemaal erg moe. Ze wensen elkaar wel te rusten en kruipen in hun tent. Ze worden pas weer wakker door het geluid van de vogels en de eerste zonnestralen. Goedemorgen. Goedemorgen, Barbara, zegt Nijntje. Goedemorgen, zegt Boris slaperig. Ze pakken de tenten in en maken de kampeerplek goed schoon. Ze drinken nog wat water en lopen dan terug naar huis over de mooie heuvels. Kamperen is echt leuk, zegt Nijntje tegen Boris en Barbara. Laten we snel nog een keer gaan. Nijntje heeft een speciale kalender in haar kamer. Daarop staat precies wanneer iedereen jarig is. Want dat wil ze niet vergeten. De verjaardag van Boris staat erop. En die van Barbara. De verjaardag van Betje staat erop. En die van haar moeder en haar vader. En kijk, ook de verjaardag van Snuffy staat erop. Maar dat is vandaag. Gelukkig staat het op mijn kalender. Het zou niet leuk zijn als ik de verjaardag van een goede vriend zou vergeten. Maar wat kan ik Snuffy voor haar verjaardag geven? Kan een klein hondje ijs en taart eten? Ik denk het niet. Nijntje vraagt het aan haar moeder. Moeder, vandaag is Snuffy jarig, zegt ze. Wat zal ik haar geven? Eens even kijken, zegt moeder. Hondjes zijn dol op speelgoed. Waarom geef je Snuffy niet iets van je eigen speelgoed? Nijntje gaat naar haar kamer en bekijkt al haar mooie speelgoed. Ze denkt, ik ben zo dol op mijn speelgoed, maar ook op Snuffy. Wat moet ik nu doen? Zal ik zelf iets voor Snuffy maken? Ze gaat naar haar moeder en vraagt, wat kan ik maken voor Snuffy? Ik heb een mooie schaal, zegt moeder Pluis. Je kan Snuffy erop schilderen. Dan is het een mooie waterbak. Moeder Pluis kijkt onder het aanrecht en daar is de schaal. Wat een goed idee, roept Nijntje. Ik ga mijn verfdoos halen en Snuffy erop schilderen. De waterbak is snel klaar. Hij is prachtig geworden. Nijntje rent naar buiten en roept... Snuffy! Snuffy! Gefeliciteerd! Kom je je cadeautje halen? MUZIEK
Snuffy de prachtige waterbak met de tekeningen ziet, kwispelt ze met haar staartje en springt ze van blijdschap. Ze is erg blij met zo'n mooi verjaardagscadeau. Nijntje is ook blij. Ze heeft het bakje helemaal zelf geverfd. Ze neemt een gieter en vult het bakje met water. Snuffy drinkt het water uit haar nieuwe bakje en heeft een hele fijne verjaardag. Nijntje, Nijntje, roept moeder Pluis. Het is tijd om op te staan, de zon schijnt. Maar Nijntje staat niet op. Moeder roept nog eens. Nijntje, het is tijd om op te staan. Moeder Pluis loopt Nijntjes kamer binnen en ziet meteen dat Nijntje zich niet goed voelt. Ze voelt aan Nijntjes voorhoofd. Ik denk dat je koorts hebt, Nijntje. Ik ga je temperatuur opnemen. Ze haalt een thermometer en stopt die onder Nijntjes arm. Moeder Pluis kijkt op de thermometer. Oh, lieve Nijntje, je hebt koorts. Nijntje zucht. Oh, moeder, ik heb het warm en koud tegelijk. Ja, zegt moeder, dat komt omdat je koorts hebt. Ik haal een extra deken voor je en ook een beetje water. Als je koorts hebt, moet je veel drinken. En ik zal je ontbijt op bed brengen. Heb je daar zin in? Ik heb helemaal geen honger, zegt Nijntje. Als je geen honger hebt, dan heb je zeker de griep. Wie zou daar zo vroeg zijn? Zegt Nijntjes moeder. Ze loopt naar de deur. Het is Aagje, de vriendin van Nijntje. Kan Nijntje buiten komen spelen, mevrouw Pluis? Vraagt ze. Dat is een leuk idee, Aagje, zegt moeder Pluis. Maar Nijntje ligt nog in bed. Ze heeft koorts. Hopelijk voelt ze zich morgen weer wat beter. Een uur later gaat opnieuw de bel. Moeder Pluis doet de deur open en daar staan Boris en Barbara Beer. Ze willen ook op bezoek bij Nijntje. Maar Nijntje ligt nog steeds in bed. Griep is besmettelijk, Boris en Barbara, zegt moeder Pluis. Jullie kunnen nu niet op bezoek komen. Boris en Barbara lopen bedroefd weg. Moeder kijkt om het hoekje van Nijntjes kamer en ziet dat ze nog steeds slaapt. Dan gaat opnieuw de bel. Wie kan het deze keer zijn? Zegt moeder. Moeder Pluis doet de deur open. Daar staan Boris, Barbara en ook Aagje weer. Jullie weten toch dat Nijntje ziek is? Waarom zijn jullie teruggekomen? We hebben iets meegenomen voor Nijntje, roepen ze in koor. We willen dat ze snel beter wordt. We hebben fruit gekocht. Appels, druiven en tomaten. Dankjewel, zegt moeder Pluis. Fruit is gezond. Ik zal het meteen naar haar toe brengen. Moeder Pluis brengt het fruit naar Nijntje, die maar wat blij is met zulke lieve vriendjes. Ze eet meteen een appel op. Heerlijk. Nijntje voelt zich al een stukje beter. En inderdaad, de volgende ochtend voelt ze zich veel beter. En snel kan ze weer buiten spelen met haar vriendjes. Op een dag komt Nijntje uit school.
Ze loopt naar de keuken en ziet dat haar moeder de tafel afruimt. Hallo, moeder, zegt Nijntje. Hallo, Nijntje, zegt moeder. Toen jij op school was, had ik visite. We hebben thee gedronken en koekjes gegeten en ik heb je tekeningen laten zien. Nu ga ik afwassen en opruimen. Zal ik je helpen met de afwas? Vraagt Nijntje. Graag, zegt moeder Pluis. Leg je wel alles op zijn plaats? De vorken bij de vorken. De lepels bij de lepels. En de bekers bij de bekers. Nijntje vindt het leuk om te helpen. Moeder was de vorken, de lepels en de bekers. En Nijntje droogt voorzichtig alles af. Daarna bergt ze alles op. 4 vorken. Nijntje legt ze netjes in de la. 4 lepels. Die legt Nijntje ook netjes op hun plek. Maar er zijn maar 3 bekers. 1, 2, 3. Moeder, zegt Nijntje, er zijn 4 vorken en er zijn 4 lepels. Maar er zijn maar 3 bekers. Oh, zegt moeder Pluis. Waar is de 4e beker? Hij ligt niet in de gootsteen. Ik ga hem wel zoeken, zegt Nijntje. Nijntje zoekt door de hele keuken. De beker staat niet op het aanrecht en zit ook niet in de pan. Hij staat niet in de kast. De beker is nergens te vinden. Ik kan hem niet vinden, zegt Nijntje. Zegt moeder. Heb ik hem op tafel laten staan? Maar de beker staat ook niet op tafel. Kijk, moeder, mijn tekeningen liggen wel op tafel, zegt Nijntje. Ja, zegt moeder, die heb ik meegenomen van je kamer. Wil jij ze even terugleggen? Nijntje pakt haar tekeningen en gaat naar haar kamer. Ze legt haar tekeningen op de plank waar ze al haar spulletjes bewaart. En wat ziet ze? De beker staat op de plank. Moeder, moeder, roept Nijntje. Ik heb de beker gevonden. Oh, wat dom van me, zegt moeder Pluis. Toen ik je tekeningen ging halen, had ik een beker thee in mijn hand. Ik moet hem op de plank gezet hebben. Nu hebben we weer 4 bekers. Dankjewel, Nijntje. Eén, twee, drie, vier. Het is een mooie dag. Nijntje wil graag met Snuffy spelen. Ze gaat op zoek naar haar vriendje. Ze roept: Snuffy! Snuffy, waar ben je? Ze kijkt voor het huis. Ze kijkt achter het huis. En ze kijkt achter de boom. Maar geen Snuffy. Nijntje roept steeds harder. Snuffy! Snuffy, waar ben je?
Dan ziet ze plotseling iets bewegen achter de heuvel. En ja hoor, het is Snuffy. Oh, ik ben zo blij dat je me hoorde, zegt Nijntje. Ik zag je niet. Maar nu ben je hier en kunnen we samen spelen. Heb je daar zin in? Snuffy kwispelt met haar staart en flapt met haar oren. Natuurlijk wil ze met Nijntje spelen. Je zult ook wel honger hebben en dorst, zegt Nijntje. Ik zal eerst wat eten en drinken voor je halen. Nijntje loopt naar binnen en komt terug met in de ene hand een schaal koekjes en in de andere een kom met water. Snuffy is zo ongeduldig dat ze op en neer springt, waardoor Nijntje de schaal met koekjes laat vallen. Ze rollen allemaal over de grond. Snuffy, roept Nijntje boos. Je moet leren geduld te hebben. Nu liggen alle koekjes op de grond. Nee, Snuffy, zegt Nijntje. Je kan de koekjes niet van de grond eten. Nijntje is niet echt boos op Snuffy, maar ze wil haar iets leren. Snuffy kijkt erg verdrietig. Stil maar, Snuffy, zegt Nijntje. Er zijn nog meer koekjes in de keuken. Als je rustig blijft zitten, dan haal ik ze voor je. Nee, Snuffy, zegt Nijntje. Je moet leren geduld te hebben. Blijf hier zitten. Maar Snuffy wil toch met Nijntje naar binnen. Nee, zegt Nijntje. Je moet hier blijven wachten. Als Nijntje terugkomt met een nieuwe schaal koekjes, springt Snuffy weer omhoog. Nee, zegt Nijntje. Deze keer moet je stil zitten en geduld hebben. Snuffy gaat zitten en wacht geduldig af. Dan geeft Nijntje haar de nieuwe schaal met koekjes. Daarna drinkt Snuffy wat water. En de rest van de middag spelen ze met z'n tweetjes buiten.